Ja, ik denk dat doe-attracties heel belangrijk zijn, omdat een doe-attractie is een attractie die je, dat zeg ik al, die je kan doen. En als je iets kan doen, kan je jezelf verbeteren. Ja, bijvoorbeeld, we hebben ook natuurlijk het tiki-bad en in de glijbanen kan je op allerlei manieren kan je daar doorheen. Dat blijft daardoor ook leuk. Ik vind het tiki-bad nog, daar ben ik al honderden keren in geweest. Ik vind het ontzettend leuk. Je kan elke keer heb je een andere soort van gevoel. Nou, en daarom vind ik een doe-attractie zo belangrijk, want het blijft leuk. Het leukste van jouw werk is dan te gaan zitten op een bankje, zien dat die mensen erin gaan en dan de blije gezichten zien als de mensen eruit komen en die dan meteen weer naar de ingang om er nog een keer in te gaan. En dan zeg je van nou, hebben we goed gedaan. Dus als je in deze branche werkt, je bent nooit klaar. Je zou altijd moeten blijven vernieuwen, moeten blijven verbeteren en zorgen dat je de mensen blijft verrassen. Dus je bent... Je hebt ook niet het moment dat je zegt, zullen we eens naar een nieuwe attractie gaan kijken. Je bent eigenlijk altijd wel op zoek naar leuke dingen. En je weet één ding, stilstaan is echt achteruit gaan. We moeten blijven investeren, we moeten blijven vernieuwen, we moeten blijven verbeteren. Om de gasten een leuke dag te geven, een leuke ervaring te geven. Maar een leuke herinnering. Precies, een leuke herinnering.